De komende 2 weken gaan we de nieuwe rijbaan van de Gooiseweg aansluiten op de kruisingen. Dat betekent dat we de kruising bij de Gooimeerdijk Oost helemaal moeten aanpassen op de nieuwe situatie. Eerst halen we het bestaande kruispunt weg, dus de verkeerslichten verdwijnen, de lichtmasten, het asfalt halen we weg. En daarna bouwen we het opnieuw op en kunnen we het gaan inrichten, zodat het straks aansluit bij de nieuwe situatie. Ja, in de nieuwe situatie is dat er 2 keer 2 rijbanen zijn. In de nieuwe situatie heb je 2 gescheiden rijbanen met 2 rijstroken. Dus 2 rijstroken naar Zeewolde en 2 rijstroken naar Almere. Die afsluiting betekent wel dat mensen moeten omrijden en dat is ook geen kleine omleiding. Had dat niet beter gekund? De omleidingsroute is zo ingesteld dat het gaat over brede, veilige wegen waar de snelheid gelijk is aan die van de Gooiseweg. En bovendien zijn deze wegen berekend op de extra verkeersaantallen die erbij komen van de Gooiseweg. Ja, dus u zegt eigenlijk dat dat was de enige optie? Voor de provincie was het de enige optie om deze omleidingsroute in te stellen. De kleine polderlandwegen zijn namelijk niet berekend op de verkeersaantallen die erbij komen als het verkeer van de Gooiseweg gaat omrijden. Dat kunt u wel vinden, maar denkt u dat automobilisten dat ook vinden en dat die niet en masse gebruik gaan maken van de kortere routes over die smalle landweggetjes? De wegen zullen wij afsluiten en alleen de stemmingsverkeer kan dan gebruik maken van die wegen. En we zullen verkeersregelaars inzetten, zodat het wegverkeer gebruik gaat maken van de ingestelde omleidingsroute en niet door de kleine polderlandwegen gaat rijden. En als dat dan klaar is, die afsluiting, is het dan ook helemaal klaar met het werk? In de volgende fase, dat is de fase na 12 juli, rijdt het verkeer over de nieuwe rijbaan van de Gooiseweg. En dan pakken we de huidige rijbaan van de Gooiseweg aan. Daar komt dan ook een nieuwe asfaltlaag op en die gaan we ook inrichten voor de toekomstige situatie. En daarna gaan we nog bij de Nijkerkerweg aan de gang. De rotonde maakt daar plaats voor een kruising met verkeerslichten. En dan eind september kan het wegverkeer gebruik maken van de gescheiden rijbanen van de Gooiseweg. Ja, dus eigenlijk dat is de eindsituatie in september. Eind september zijn we klaar met de werkzaamheden.